Goedemorgen dames en heren, tof dat jullie kijken naar mijn kanaal. Ik ben Bram en vandaag neem ik jullie weer mee naar een gloednieuwe vlog. Vandaag gaan we foto's maken en andere dingen doen. En we gaan vanavond kaas vernieuwen, daar heb ik echt zoveel zin in. Boah, Marleen is het kijk, echt wauw, heerlijk is dat. Maar we gaan dus nu lekker naar de fiets toe en dan zie ik jullie daar. Nou jongens, we hebben nu de fiets. Ik heb echt al in de kant. Ja, dat is echt soepel. Maar waarom zijn sommige dingen met één hand best wel moeilijk te doen? Ja, vraag ik me af. Nou, omdat je normaal alles met twee handen doet. Waar gaan we eigenlijk heen? Oké, nou dat zien we zo wel. We zien jullie wel ergens. Dus het is wel in ieder geval lekker weer, dus dat scheelt. Maar ja. Ik zie jullie zo. Zo jongens en dames, wij zijn op de locatie. Dat zien jullie hier achter ons. Ja, we gaan hier foto's maken. Dat is echt het enige wat ik nu jullie kan vertellen. En de opdracht is? De opdracht is, je hebt zeg maar schaduw. Je hebt indirect en direct schaduw. En zeg maar, ja, ik weet niet of ik... Dat kan ik denk ik niet laten zien. Dat toch ja. Zeg maar, deze kant is wel schaduw. Deze kant niet, want hier staat de zon op. En hier, ja, dat is gewoon... En wat heet? Het kan Ramon denk ik even uitleggen. Nou ja, kijk, je hebt zeg maar je schaduwkant, dus dat is bij mij dus deze kant hier. Ja, nou, ja zo ja. En dan heb je de slagschaduw en dat zie je altijd, dat is niet op jouzelf, dus je ziet je schaduw niet op jezelf, maar ergens anders op. En daarom heet het slag, omdat je op iets anders ziet, ik snap niet waarom. Nee, maar dat... Een beetje rare reden. Maar dat is dus de opdracht. En ja, en we hebben dus ook met niet natuurlijk licht, maar kunstmatig licht. Dus zeg maar gewoon een lamp of ja, dat eigenlijk. En een kaars is ook natuurlijk. Maar ja, ik snap niet waarom dat is, maar dus dat. Ergens is wel natuurlijk. Ja, maar ja. Ergens, ja, als je. Verder theorie in Australië. Daar is het heel natuurlijk. Daar is het heel natuurlijk. Maar dus we gaan nu de foto's maken. Nee, we hebben nog een opdracht. Hallo. Niet heel koud nu, maar we moeten een winteropdracht maken. Ja, we moeten winter. Mensen in de winter, dat is eigenlijk gewoon. Ja, mensen in de winter. Maar het moet uitbeelden. Maar het is geen winter meer. Nee, want als je het opzoekt, dan zie je alleen maar sneeuwfoto's. Ja. En dat ligt hier totaal niet sneeuw. Nee. Dus dat is een beetje lastig. Het is zondag. Ja, het is zondag. Lekker weer. Maar hoe moet je dat doen dan? Ja, dat is niet heel technisch. Nee, maar dan doe je het gewoon op. Oké, nou dan wil ik nog een shot en dat is dan als je krijgt, dat is ook een beetje windgevoel, maar een beetje blazen. Oh ja, zeg maar dat het net lijkt op dat het... Het weer zit mee, als het dat gaat, dan is het gewoon zo. En dan met de muts op en dan geeft toch een beetje. Okay. Ja, want we hebben geen handschoen. Okay. Jawel. Ja, misschien ooit. Nou, maar dat is goed. Nou, oké. Okay. Okay. Nou, tot. Thank you.
wij gaan terug naar huis toe. De reden is waarom ik achteruit loop, is omdat ik anders zwart ben. En ja. Wat? Ben je zwart? Anders ben ik zwart. Ben je zwart? Sorry. Nee, maar we gaan lekker naar huis en dan zien we jullie. Ja. Ja. Nou jongens, we zijn weer lekker thuis. We gaan even lekker opwarmen. En ik heb eigenlijk zin in chocomel, warme chocomel. Maar ik weet niet of ze dat hebben. Dus dan gaan we even kijken. En dan ga ik dat even maken, als ze dat hebben. Dus ja, ik ga naar binnen. En Ramon die komt er. En dan zo mijn plek. Ja, ik ga even natuurlijk even iets vertellen. En lekker warm chocomel. Het is nu 2020. En er gaan een aantal dingetjes veranderen. Ja, natuurlijk thuis. Mijn broer, die is uit huis, dat weten jullie inmiddels. En toen zei ik zo van, pap, mag ik naar mijn broers slaapkamer toe? Zeg maar. Ze zei, ja, dat is goed. Nou, prima. Dus mijn vader is er bezig geweest. En toen... Hij heeft hij geschilderd, maar dat ging je dan wel zien. Dus ik zit daar nu. Ja, jullie zien dat nog niet. Maar dat ga ik binnenkort komt er een video over. Wat ik er allemaal nog ga doen en hoe. 2020 plannen zijn. Ja. Het liefste zou ik. In 2020 zou ik. Het liefst de 100 abonnees willen. Ik denk dat het wel gaat lukken. Of misschien zelfs 1000. Maar dat zijn zeg maar goals. Dat is best wel moeilijk om dat soort dingen te doen, zeg maar. Maar dat kan je zelf, zeg maar, ik heb dat niet echt aan de hand. Zo van, ja, ik wil gewoon, zeg maar, abonnees erbij. Even een account maken, even abonneren. Nee, dat doe ik niet. Ja, dus het is gewoon lastig soms. En natuurlijk, ja, Ramon is in de achtergrond bezig. Maar dat maakt niet uit. Hij gaat gewoon lekker zijn ding doen. Het is niet mijn ding hoor, dit vind ik wel niet leuk om te doen. Het moet gewoon echt over. Nou, dat dus. Ja, en natuurlijk, Ramon die wil ook gaan beginnen. Maar ja, er is iets. Zijn camera die is ja, helaas kapot gegaan. Waardoor was dat ook weer voor. Ja, autofocus, zeg maar. Wat ik heb nu, ik heb hier zo'n blokje om mijn gezicht heen. Nee, maar onze autofocus is kapot. En ja, dat is gewoon echt heel klote. Ik weet niet, we weten ook niet hoe het kan gebeuren. Want hij heeft gewoon een tasje, zeg maar, om onze kamer heen. En ik niet eens. Moet je nagaan, eigenlijk is hij wel zuinig op zijn spullen ook. Ja, het is heel erg. Ik zal weten niet hoe het is gebeurd dan. Maar ja, nu is die 4 weken weg of zo. Ja, gewoon 4 weken. Dat is echt wel lang.
Ik zeg niet dat anders nu al was begonnen hoor, dat knal al verder. En het is nu de eerste week dat hij weg, nou, de eerste week dat hij zeg maar binnen is gekomen. Maar dat. En mijn chocomel is trouwens echt top. Echt heerlijk. Nou jongens, we gaan even lekker naar boven. We gaan even lekker spelletje spelen. Zo jongens, ik ben nog even bij Ramon, maar ik ga lekker naar huis, want het is al inmiddels alweer 10 uur. En ja, morgen is het gewoon weer naar school, dus ik ga nu even mijn spullen pakken. Ramon die staat even lekker tegen de verwarming aan. Prima, maar ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik lekker. Dankjewel dames en heren voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er heel erg van genoten hebben naar deze video. Maar ik ga me hierbij afsluiten. Ik ga lekker naar bed. Een blauw duimpje, dankjewel. En abonneren, belletje aan. Dan ben ik helemaal blij. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.